Dordtenaar Marcel S. is veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor het verwurgen van zijn eigen zoon Diego, 10 jaar oud. En dat was in maart van het vorig jaar. Marcel S. had ontkend. Hij lag die nacht te slapen op de bank, had hij gezegd. Maar volgens de rechter kan dat helemaal niet. Want we zien die nacht, zegt de rechter, heel veel telefoonverkeer van zijn telefoon en dat van Diego. Op zoek naar cocaïne was hij. En vervolgens wordt met die en met een andere telefoon die in dat huis zijn, voorzien van de toegangscode, wordt gedurende de hele nacht contact gezocht met dat nummer van die drugsdealer. Die de verdachte gevraagd heeft aan die getuigen. Dat is de verdachte geweest die daar heeft zitten appen en bellen. Dus is hij wakker. Justitie had 18 jaar cel geëist zonder tbs. Toch legt de rechtbank wel tbs op, want ze vinden hij moet behandeld worden, Marcel S., om herhaling te voorkomen. Hij heeft wat heet een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat houdt heel kort gezegd in dat je heel snel gekrenkt bent, heel snel heel erg boos kan worden. En we hebben nu gezien wat er dan kan gebeuren. En dat is een risico. We hebben in het verleden, recente verleden, daar wat hele slechte ervaringen mee. En de rechtbank wil dat risico kennelijk niet nog een keer nemen. Zegt, gaat u maar eens even lekker in een tbs-kliniek zitten. U wordt behandeld onder dwang. En pas als dat over is, om het maar zo te zeggen, of onder controle is, dan mag u weer naar buiten. De moeder van Diego was weer bij de zitting aanwezig, net als andere familieleden. Onder wie de tante van Diego, Priscilla. En die zegt, het was heel belangrijk als steun dat we er allemaal waren. En ook dat we elke keer die rood-witte ballonnen oplieten voor Diego. Ja, net alsof hij erbij was natuurlijk. Het is echt dat we weten, dat hij weet dat wij het voor hem doen. En dat we echt voor hem hier zijn. Dat we gerechtigheid willen. Ja, want jullie gaan ervan uit, hij kijkt mee. Ja, tuurlijk. Ja, moet toch wel. Ja. Is het nu wel afgesloten of nog niet? Nee, tuurlijk niet. Er is nog een hele lange weg. Er gaan nog veel emoties komen. Een hele lange reis.